Voor de leerlingen van het Montessori-college in Nijmegen geldt ook: geen mobiel in de klas. Je moet ze inleveren in een bak bij de lessen, maar in de pauze mag je ze wel gewoon weer hebben. Ja, tijdens de pauzes mag het wel, maar tijdens de lessen moest ze in de bak. Ik hoef ook niet de hele dag op de telefoon, dus ja. Als je hem alsnog bij je hebt in de les, wordt hij afgepakt tot het einde van de dag. En dat wil je niet, al nemen sommigen het risico. Er zijn ook mensen die de hele dag, zeg maar, dan gaan ze stiekem op hun telefoon en zo. Dus dat hebben sommige mensen wel, maar ik heb dat niet. Dat doe je nooit? Nee, dat doe ik nooit. Dit is Loes Pauwels. Zij leidde dat allereerste Nederlandse onderzoek naar het mobieltjesverbod op school. Ik vind het opvallend is dat als je zegt van op een school komt het mobieltjesverbod, dat eerst alle leerlingen denken van oké, help, wat staat ons te wachten. Maar als ze erover nadenken, en dat blijkt ook na een paar maanden, zien we toch ook wel wat veel leerlingen denken van oké, er zijn toch ook wel voordelen verbonden aan zo'n verbod. Er zijn zeker voordelen. Dat zien de leerlingen in Nijmegen ook wel. Ik vind wel in de klas dat je moet inleveren. Eigenlijk. Dan leidt je jezelf niet af en dan heb je gewoon goede concentratie. Stel je voor, hij zit in je tas en je hoort een melding, dan heb je de neiging om meteen te gaan kijken, maar dat heb je dan nu niet. Eerst dacht ik wel van, als we dan niet in de pauze mogen, vind ik dan wel vervelend. Maar dat is dus bij ons niet, dus daar ben ik wel blij mee. Het gaat wel steeds over het mobieltjesverbod, maar ja, eigenlijk is er niet eens een verbod. De regering heeft middelbare scholen het advies gedaan om telefoons niet meer de klas in te laten. Maar het is dus aan de scholen zelf om daar iets mee te doen. En dat betekent dat ook niet op alle middelbare scholen een mobiel verbod is. Van de kinderen die meewerkten aan het onderzoek zegt 1 op de 5 dat ze zich beter concentreren als ze geen mobiel in de buurt hebben. Ik wil toch wel mijn berichtjes checken tijdens de pauzes. Maar dan tijdens de les vind ik het ook fijn dat die weg is, want dan kan je gewoon goed concentreren. Tegelijk heeft niet iedereen een betere concentratie. En dat kan dan weer komen door laptops. Er zijn ook nog steeds wel leerlingen die eigenlijk aangeven van ik zie eigenlijk helemaal geen verandering. Dat komt misschien omdat ze toch nog een laptop hebben waarbij ze ook op social media kunnen nog steeds. Is dat niet een beetje de regels, zeg maar, omzeilen? Nee, want daar is niks over laptops gezegd. Op de meeste middelbare scholen begonnen ze afgelopen januari met het beperken van mobiele telefoons op school. Na de zomervakantie zal dat ook gebeuren op basisscholen, als die niet al regels hebben. Bij onze basisschool had je gewoon een la waar je ze in deed en mocht je ze ook de hele dag niet, ook niet in de pauzes dus. En dan gewoon voor school en dan na school mocht je hem weer pakken. Dus...